Een goede middag. Het waren drukke maanden voor de jonge man die bij mij staat, Nicola Philippaerts. Nicola Philippaerts, ja, je bent in de Verenigde Staten geweest, maar vooraleer we daar over gaan praten, vertel eens over het voorbije weekend. Toen was je actief in Centaur Park. Hoe is het daar verlopen? Ja, ik ben vorig weekend in Centaur Park gaan rijden. Dat was eigenlijk heel goed. Gijs won de grote prijskwalificatie op vrijdag. Die sprong heel goed. We kregen een kleine fout in de grote prijs, maar hij heeft goed gesprongen en de paden voelden goed aan vorige week. Hoe voelt het om terug thuis te zijn? Ik ben blij om terug thuis te zijn. Ik ben lang van huis weg geweest, maar het is natuurlijk altijd fijn om terug in België te rijden, eigenlijk naar thuisconcours. En ik was heel blij om terug daar te zijn. Lang, begin januari ben je eigenlijk vliegtuig opgestapt richting de Verenigde Staten. Is niet voor het eerst dat je dat doet, hè? Hoeveelste keer was het nu? Dus dit jaar is de tweede keer. Vorig jaar was voor de eerste keer dat we echt Wellington voor de eerste keer heel de tour hebben gedaan. En dit jaar was de tweede keer. En dat zit wel goed voor de toekomst, denk ik. Dat is een combinatie van business, pleasure en sport. Val ik het zo goed samen? Ja, ik denk zeker en vast. Ook om de paden klaar te maken voor het seizoen. Sportgewijs is het heel goed. We hebben daar ook een paar klanten. Dus het is ook wel goed om daar links en rechts wat paden te kunnen verkopen. En ook eigenlijk om onze handelstal eigenlijk daar ook te vertegenwoordigen in Amerika, omdat dat een hele grote markt is. Maar je bent dan wel etelijke maanden van huis weg. Daar heeft een huismus niet zo'n probleem mee? Ja, zeker en vast. Het heeft natuurlijk voor- en nadelen ook. Je bent vrij lang van thuis weg, maar het is natuurlijk ook, het is mooi daar, het is fijn om te rijden. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is voor toch wel in Amerika aanwezig te zijn ook. Het niveau van de jumping, zal ik zeggen, in de ruitersport, de koer in Amerika, een vijf sterren daar winnen, heeft dat evenveel impact? Is dat even belangrijk? Heeft dat dezelfde waarde als een vijf sterren hier winnen? Goh, ik denk zeker een vaste vijf sterren daar. Je hebt ook echt heel goede Amerikaanse ruiters daar die ook top 10 van de wereld zijn. Dus zeker een vaste is het daar ook. Ook topsport, het prijzengeld is ook heel goed daar. Ik denk dat het zeker niet gemakkelijk is om de vijfster daar te winnen. Ik denk misschien hier in Europa zijn er misschien iets meer ruiters die kunnen winnen. Maar daar zijn er ook toch 10, 15 altijd die grote prijzen kunnen winnen. En is het zeker ook niet gemakkelijk om te winnen daar. Maak eens de balans op van het Amerika-verhaal, zullen we maar zeggen. Zowel sportief als extra-sportief. Ja, ik denk zeker en vast dat we dit jaar ook een goed jaar hebben gehad. Ik denk dat we sport heel goed zijn geweest. Katanga heeft goed gesprongen. Die was een keer vijfde en een keer derde in de grote prijs, vijfster. Dan hebben we Moya, die heeft eigenlijk buiten verwachtingen gesprongen. Die is echt goed opgetreden. Die was een keer derde in de vierster grote prijs. En dat is toch ook wel een goed paard voor de toekomst. Ik denk over het algemeen hebben we terug een goede tour gehad. En ik denk het is toch wel de planning om dat de volgende jaren te blijven doen. Welk paard of welke paarden hebben jou in positieve manier verrast waarvan je denkt van ja, oké, goed, daar zit wel potentieel in, zoals de Katanga die ik nu heb? Ja, ik denk zeker een vast Katanga heeft heel goed gesprongen. Die heeft, ik denk, drie grote prijzen gedaan en twee keer erbij geweest, dus dat was heel goed. Dan hebben we Moya van de Bisschop, die heeft eigenlijk echt opgetreden als Grand Prix paard daar ook. En ik denk dat ik daar dit jaar echt een nieuwe troef mee heb ook. Maar ik denk eerst en vooral, Katanga is in goede vorm. Ze heeft daar een goede vorm daar laten zien. En hopelijk kunnen we dat dit jaar ook doortrekken hier. Ja, had zij die rustperiode nodig? Want ze is toch eventjes, zal ik zeggen, niet in competitie geweest. Heeft een toppaard zoals een ander toppaard zo'n periode nodig om volledig zeg maar te resetten? Ja, ik denk vorig jaar nadat we met de London Knights Praag hebben gewonnen, hebben we beslist om Katanga toch twee maanden op rust te zetten. Ik denk, die Mary heeft vorig jaar goed gesprongen. Die heeft relatief wel wat wedstrijden gedaan. Dus we dachten om een keer rust te geven. En ze voelt fris aan nu en ze voelt goed. Dus ik denk dat dat zeker een goede beslissing was. Wordt zij jouw absolute troefkaart dit jaar? En zo ja, wat zijn de plannen met haar? Ja, ik denk zeker en vast. Als Katanga in goede vorm is, dat is een heel goed paard voor mij. En ik denk toch wel dat ik daar dit jaar mijn zin heb opgezet. Binnen een paar weken gaan we naar Rommel voor de landenprijs. Hopelijk kan ze daar goed springen. Natuurlijk, het wereldkampioenschap is nog vrij ver. Maar we proberen dat toch ook een klein beetje in de gaten te houden. Dat ze in goede vorm is. En proberen een klein beetje op de selectiewedstrijden toch een goede vorm te hebben. Ja. 2022 is, we zijn begin mei nu, het buitenseizoen is officieel van start gegaan. Afgelopen weekend was er ook de eerste landenwedstrijd. Waar liggen jouw doelen? Je liet al het wereldkampioenschap vallen, maar waar liggen jouw doelen
dit jaar? Waar wil je naartoe pieken? Ik denk het grootste doel in het begin is eerst om de paden goed in vorm te hebben en proberen op de juiste wedstrijden een klein beetje te kunnen pieken met Katanga, dat ze een goede vorm is. En dan zullen we wel zien of ik in aanmerking kom voor het wereldkampioenschap of niet. In België is het natuurlijk niet gemakkelijk omdat we heel veel goede combinaties hebben, maar we gaan ons best doen en hopelijk zal het lukken. Maar dat is nog vrij vroeg om te zeggen. Dat is voor België. En dan we hebben ook Stockholm Hearts nu. Dat door H&M is aangekocht, die ploeg. Ik denk dat een fantastisch team is in de Global Tour en hopelijk kunnen we daar ook een paar mooie resultaten neerzetten dit jaar. Ja, die nieuwe ploeg, vertel er iets over, want de London Knights, ja, die waren onlosmakelijk verbonden met de Twins, zoals men dat internationaal wel zegt, met jullie. Die nieuwe ploeg met jullie partner H&M, ja, hoe loopt dat? Ja, het is een nieuw begin natuurlijk. We hebben verschillende jaren voor de London Knights gereden en dat was natuurlijk heel mooi afgesloten na vorig jaar in Praag. Ik denk nu dit jaar hebben we een nieuwe ploeg, een nieuw team, maar ik denk zeker en vast een fantastische ploeg met hele goede eigenaars en we gaan er het beste van geven. Ik denk ook dat we een paar goede ruiters hebben, dus hopelijk hebben we een goed seizoen dit jaar met de nieuwe ploeg ook. Ja, nu we het ook bij de ploegen bezig zijn, behalve jouw nieuwe ploeg in de Longines Global Champions League, de nationale ploeg zeg maar. Binnenkort heb je dan de eerste landenwedstrijd. Hoe kijk je daar naar uit? Want zoals je net zei, fel bevochten altijd, sterke ruiters. Afgelopen weekend was het in La Bolle, als ik me niet vergis. En het was er meteen op, het was meteen raak. Ja, zeker en vast. Ik denk dat België veel goede combinaties heeft op het moment. En Rome is een fantastische concours. Ik ben er al verschillende jaren niet meer geweest, maar ik kijk er naar uit. Normaal springt Katanga heel goed op het gras. Dus we zullen zien, we gaan ons best doen en hopelijk kunnen we daar ook een paar goede resultaten neerzetten. Wat brengt het komende weekend? Dit weekend is eigenlijk eerder een rustig weekend. Ik ga waarschijnlijk een oefenjumping doen in het Centaur Park met wat jongere paarden. En eigenlijk, ik ben lang weg geweest, dus een klein beetje de paden rijden die hier in Europa zijn blijven staan. En terug een klein beetje proberen te kennen, de paden, en daaraan verder werken. Dat kennen, dat zal nog wel meevallen, ze zullen je nog wel kennen. En een beetje genieten van het goede weer zoals dat nu is. En ook voor het weekend nog voorspeld is, dat kan helemaal geen kwaad. Nicola, dank voor jouw tijd. Fans, blijf We Live Horses Philippaars volgen. En tot bij een volgende gelegenheid. Dankjewel.